naam is Erika van Stralen. Dit is Saartje. En welkom bij jouw dagelijkse dosis Pilates. We beginnen met een spine stretch. Daarvoor mag je komen zitten. En voor nu buig je even je benen lichtjes. En je voeten die hou je gewoon een soort van ontspannen. Goed rechtop. Strek jezelf. En je armen breng je naar voren als een slaapwandelaar. Adem in. En uitademend, kin richting borstbeen. Borstbeen als een tandwiel naar binnen. Rollen en stretch naar voren. En als je daar bent, begin dan langzaam je benen te strekken. Dus plat op de mat te leggen. En kijk of je nog iets verder kunt, zonder dat je per se je buik richting je bovenbenen brengt. Ja, je bent lief. En rol weer op. Je hoeft alleen maar omhoog, niet naar achteren. Weer gevoel. Oké, doen we nog een keer. Gebogen benen. Inademen en uitademen. En rol en stretch. 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 Als je er bent, strek je benen. Ik point mijn voeten. En ik duw wat energie door mijn hielen weg. En dan rol ik erop. Nog een keertje. Gebogen benen. Afrollen. Benen strekken, point, flex energie door je hielen en rol weer op. Laatste keer, buig je benen, inademen, alle lucht eruit. Blijf even hangen in en uit, strek de benen, point. En flex, adem uit. En al weer op. Oké. Dan zet je benen ietsje wijder neer. Flex de voeten. En open de armen. We doen de sol. Schouders zinken. Twist. En stretch richting je tegenovergestelde voet. Hand gaat naar je tegenovergestelde voet. Bij de bekkenhelft in de vloer. Open je ribben van je achterste arm wat meer. Adem uit. En rol weer op tot het andere kant. En twist. En stretch je adem uit. Bij de bekkenhelft in de vloer. Open de achterste ribben. Lift de arm. En op. In. Twist. En uit. Stretch. Stretch misschien wat verder. En de laatste, twist. En rijk misschien wat verder. En rijk misschien nog iets verder. En op. Oké. Mag je in een krakelingenpositie komen zitten? Dus twee gebogen benen. Even van de zijkant. Deze manier. Op je matje. Als het doet het zeer aan je knieën. Okay. Mermaid. Arm gaat omhoog. Buig zijwaarts in, adem uit. Wissel van kant. En nog een keertje. Stretch. Kijk even toe mee. In de richting waarop je buigt. En wissel. Inademen, uitademen. Dus we buigen de wervelkolom zijwaarts in. En gaan we zo een lift toevoegen. En doen we alleen aan de kant waar we weg van de benen zijn. Arm komt voorlangs open. En terug. En de andere kant weer op. Adem uit. En lift. De arm gaat mee in een soort van cirkelende beweging. Laatste keer. Op. Lekker in het zonnetje. En als we terug zijn, wisselen we de benen om. Op en over. Eerst laten we de heupen nog even staan.
Check eventjes de arm van je, de onderste arm, elleboog richting je lichaam. Anders gaat je schouder raar doen, hè? Dan kom je zo uit. Dus laat de onderarm zakken, elleboog richting je taille. Je opposition van het bekken, wat je opzij of eigenlijk omlaag brengt. En dan gaan we de lift toevoegen. Duw de vloer weg. Open. Zorg dat je sterk in je schouder staat. Adem uit. Om de lift te ondersteunen. En dan mag je een overgang maken naar je buik voor een zwaan. Benen een klein stukje uit elkaar. Armen in twee hoeken van 90 graden ongeveer. Ik vind het altijd prettig om mijn armen wat wijder te zetten, om wat ruimte in mijn schouders te houden. Soms zie ik dit, hè. En ja, we willen natuurlijk daar naartoe, maar soms is dat niet altijd mogelijk. Dus hou gewoon wat ruimte in die bovenrug schouders. En dan kan je altijd weer aanpassen. Oké, rustige op- en afrollende zwaan. Breng de energie van je handen iets naar achteren. Dus heb het gevoel dat je aan de vloer trekt. Zonder je handen te verplaatsen. Dus je handen en je ellebogen gaan wat naar achteren. En die energie die gebruik je om je borstbeen wat naar voren te brengen. En van daaruit lift je het geheel. En check dan even, waar zit je bekken? En waar zit je hoofd? En wat is logisch in deze positie? Ondersteuning met je core powerhouse. Onderarmen eerst. Borstbeen blijft hoog. En dan weer omlaag. Dus opposition, armen, lift, langzaam omhoog. Waar zit je hoofd? Dus van de zijkant gezien, de natuurlijke curve, een soort skibaan in je wervelkolom. Je kan natuurlijk hier, dat kan je nek. Misschien is dit logischer. Gewoon een klein knikje en een beetje het gevoel hebben van de achterkant van je hoofd en je nek. Fractie naar achteren. Duwen. Onderarmen eerst, dan blijven je schouders maar laag. En dan activeer je echt die zijkanten van je rug. Zeker als je ellebogen lichtjes gebogen houdt en een beetje omlaag en naar achter qua energie. Je kunt je armen helemaal strekken, dan krijg je dit. Dat is lekker makkelijk. Activeer je rug. Activeer je triceps. Kijk. Ander verhaal. Hè? Voel je ook de ruimte in je borst. Nice. Oké. Doe jezelf even naar kindhouding. Om je rug even te releasen. Waar wil je je armen hebben? Wat is fijn. Misschien wat dichterbij. Wieg even zachtjes heen en weer. En dan mag je opnieuw op je buik komen liggen. En breng je armen naar voren. Gestrekte armen. Oké, zweef een beetje boven je matje. En steun alleen op je handen. Laten we even beginnen met de benen. Een gestrekt been komt omhoog. En alleen de idee van de voorkant van je bovenbeen van de mat tillen. Hou even vast en laat weer rustig zakken. En dan natuurlijk je andere om en om. Oké. Check de voorkant van je bekken. Je schaambeen en beide heupbotjes blijven in de mat. Dus een driehoek aan de voorkant van je bekken.
blijft in de vloer. Begeleid je been omhoog, bovenbeen. Voorkant bovenbeen komt los van de mat. En laat hem weer zakken. Oké. Dus je hoeft niet per se hoog. Gewoon een stukje. En dan je tegenovergestelde arm lift je. En die probeer je juist wel wat hoger te tillen. En zo ga je om en om door. Dus been een stukje. Tegenovergestelde arm wat hoger. Ik vind het lastig. Maar wat ik wel merk, is dat als ik mijn arm lift en wat hoger til, dat ik echt die achterkant van mijn bovenrug voel werken. En ik let op die diagonale in mijn lichaam. Wat gebeurt er? Eentje. Terug. En dan in kindhaling even weer release. Hard werken. Oh ja, we noemen dat de swimming prep. Voorbereiding voor de oefening, de swimming. Altijd goed voor je lijf, die kruiselingse patronen. Wieg een beetje zachtjes heen en weer in deze kindhouding. En wat we dan doen is, zet je onderarmen in de vloer dichtbij je. En doen we een cat stretch in kindhouding. Oké. Blijf dus gewoon een beetje hangen met je billen richting je hielen. En denk aan dat bol maken van de cat stretch. En dan zou je kunnen denken, je staart tussen je benen brengen en je buik, ribben van je bovenbenen liften. Dus krijg je dit. En daarna terug. En misschien wil je dan wel je borstbeen ietsje optillen. En dan weer de andere kant op. Bol maken. Ik vind vooral deze positie wel interessant. Dan voelt de strekking heel fijn lopen in het onderste deel van mijn rug. En zeker na die oefeningen van daarnet is dat een mooie tegenbeweging. Dus ik denk ik besluit om niet de andere kant op te bewegen, maar maar te focussen op het bol maken. Kijk eens of je misschien wat hoger komt, hoe het dan is. De positie van je bekken ten opzichte van je hielen. Maakt dat verschil? En dan weer terug. Dus blijf spelen, blijf experimenteren. Laat je ademen te ondersteunen. Laten we er nog eentje doen. Staart, bekkenkanteling, ietsje los, veel buikwerk en release weer helemaal. En dan mag je nog even op je rug komen liggen. Voeten staan op de mat. Armen misschien een klein stukje van je lichaam af. Draai eventueel de handpalmen open. Voel die openheid in de borst, bovenrug. En dan heel zachtjes wiegen de benen en het bekken heen en weer. Wuivend riet noem ik hem wel eens. Wuivend in de wind. Eigenlijk gaat het bijna vanzelf. Heel zacht en ontspannen. En adem een paar keer diep in en uit. Terwijl je zo heen en weer wiegt.
Voel hoe je bekken en rug steeds meer settelen in de vloer onder je. En kom dan tot een stop in het midden. Nog één diepe in- en uitademing. Fijn dat je er was. Graag tot de volgende keer.